Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Vandaag in Booming Brabant. Arjan van den Born, academisch directeur van Yacht. Wanneer verdienen we geld met data? Trendexpert Susanna Skalska vertelt haar verhaal over de hele wereld. Toekomstscenario's en innovatie. Zij weet er alles van. En de frisse blik van kampioen Bob Hutte, directeur van Hutte in Veghel, maakt het plaatje compleet. Het Brabant van de toekomst. We zijn er weer met Booming Brabant. Leuk dat je weer kijkt. Booming Brabant vanuit de lounge van Omroep Brabant met vandaag. Data, we zijn het massaal aan het verzamelen, maar maken we er ook al dollars van? Verder kijken dan je neus lang is, dat is wat high-tech Eindhoven nodig heeft. Klokgieten ouderwets, nou zelfs dat gaat met de tijd mee. En theeleuten opgelet, je eigen thee groeit straks gewoon in je achtertuin. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Het nieuws van deze week wat wij hebben uitgezocht. Thuiswerken is over zijn hoogtepunt heen. Ja, de trend die kwam natuurlijk overgewaaid uit Amerika. Van de ruim 8 miljoen werkenden in Nederland werkt nu bijna 3 miljoen thuis. En 62% daarvan incidenteel. In Amerika zijn ze er eigenlijk alweer klaar mee. IBM, Yahoo en nu ook Honeywell met 11 vestigingen in Nederland. Die schroeft het thuiswerken weer terug. Gewoon weer lekker fysiek aanwezig zijn. Dat is de allernieuwste overtuiging. Bob, wat vind jij daarvan van het thuiswerken? Nou, ik vind dat je daar moet werken waar je het werk het best kunt doen. En ik kan het niet beoordelen. Ik denk dat thuiswerken in principe prima kan. Mm-hmm. Alleen soms heb je ook je collega's nodig. Soms heb je de context nodig. Soms heb je de ruimtes nodig waar je dus in zit. Dus wat inspireert en als dat betekent dat jij wat vaker op de zaak moet zijn, prima. Ja, ja Arjan, het lijkt wel alsof we in een soort overgangsfase zitten. Hè? We proberen van alles, we zijn nog niet helemaal zeker van wat de consequenties daar nou echt van zijn. Dat is bij data natuurlijk niet anders. Nou ja, ik krijg elke keer dat het een beetje een soort hype wordt. Iedereen ziet het gebeuren en dan wordt het doorgetrokken alsof het in het absurde. Maar dan komt het later weer terug en dat geldt voor thuiswerken. Dan denken mensen, ja maar alles thuis, dat gaat niet. En dat is met data ook zo. Sommige wordt een beetje overgetrokken en dan later zien we, maar dat de wereld wel een beetje aan het veranderen is, dat is wel duidelijk. Ja, ja Susanna, trends, zijn er veel trends zeg maar, die inzetten die het uiteindelijk toch niet gaan halen? Wauw, genoeg trends. Dat zeg maar, zijn hypes. Maar over deze gesproken, was eigenlijk van het begin hele slechte naam, thuiswerken. Het gaat niet over thuiswerken, het was gewoon, we werken ergens anders dan bij je bureau of office. Ja. En dat is een, weet ik niet of jullie weten, maar we hebben eigenlijk met een industrie eraan begonnen te werken. Daarmee voorheen, we hebben eigenlijk geleefd. Je leeft en je gaat niet 's ochtends werken. Op het moment wanneer moesten wij naar de fabriek, naar de bureau, naar de office, we hebben begonnen te werken. Yeah. En dit is nu de moment wanneer juist het alles werkt niet meer. Daarom gaan wij gewoon op dit moment alweer leven. En leven is met een groep mensen, dus werk je juist met een groep mensen, waar werk hoort bij je leven. Maar dit is niet iets aparts wat je moet constant balanceren. Dus we gaan eigenlijk weer een beetje terug. Ja. Dat is het dan. Oké, we komen straks ook nog op terug bij jou. Maar eerst naar start-up. Heb je nou altijd al gedroomd van je eigen theeplantage? Tot voor kort was het onmogelijk om maar ergens in Europa aan een theeplant te komen. Dus bedachten ze bij Special Plant in Zundert om er zelf een te ontwikkelen. Tea by me. En als een plantage nou iets te ambitieus voor je is, je kunt ook gewoon één plantje kopen voor achter in de tuin. Het begon 8 jaar geleden dat ik in China was en zelf vervent theedrinker was. En in China met de theecultuur in aanraking kwam en terug in Nederland wou ik daar meer mee doen. En kwam ik erachter dat er geen Camellia sinensis, geen theeplant te verkrijgen was in Europa. Toen zijn we gaan sprokkelen in Amerika, in Canada, in Azië. Alle genetica die we voor handen konden krijgen zijn we aan gaan trekken. Daarmee zijn we gaan kruisen en daarmee zijn we gaan selecteren. En daar hebben we een soort mee gemaakt die hier wel te vermeerderen was, want daar zat de bottleneck. En die plant is nu voor heel Europa beschikbaar en die kunnen gebruikt worden voor of theeplantages of om zelf thee van te maken. Thee wordt steeds hotter, mede ook vanwege de gezondheidseigenschappen die het heeft. Je valt er vanaf, het is goed voor je hart- en vaatziektes en zo zijn er nog heel veel eigenschappen. Dus mensen worden zich steeds meer bewust daarvan. En gaan het ook meer gebruiken.
En we willen ook voor elkaar krijgen, net als dat mensen weten dat melk van de koe komt, dat ook zeg maar alle thee, of het een groene, zwarte, alle thee komt van deze plant. Het is een manier van verwerken die daar het verschil in maakt, maar de basis is deze plant. En als je die plant in je tuin hebt staan of op je balkon hebt staan, help daarin, want dan ga je er makkelijk over praten. Ik heb hem zelf ook in mijn tuin staan, de theeplant. Ik heb thuis een theeplantage. Ik heb nu sinds een jaar planten in de grond staan en die doen het supergoed. Plant ook van Johan en ik was op zoek naar planten die, die in ons klimaat kunnen overleven, die dus winterhard zijn. En hierbij eigenlijk een stukje geschiedenis. Dit is de eerste Brabantse thee met de planten van Johan, ontwikkeld door mij in samenwerking met de Thee en Koffie Academie. Ja, het is natuurlijk het ideale, geweldige product om een start-up in te hebben. Want 80% van de mensen drinkt het, dus iedereen is zich bewust van het product. En om een start-up te hebben, beweegt alle kanten op. Het gaat heel snel, soms heb je hele grote tegenslagen. Het is echt wat ze zeggen, het piekje van de ijsberg zien ze altijd. Maar wat hieraan vooraf gegaan, die 7 jaar, die zijn natuurlijk heel erg moeilijk geweest. En nu komen er wat leukere dingen om de hoek kijken en nu kunnen we markt bouwen. We staan nu op de fase dat we grootschalig de Camellia sinensis kunnen vermeerderen. Dat we die in grote getalen voor verschillende ketenpartners aan kunnen bieden. Dit willen we verder uitbouwen en we willen ook ernaartoe dat we een eigen theemerk op de markt kunnen zetten. Of wij dat zelf doen of dat een partner dat van ons doet, daar zijn we nog aan het oriënteren. Ons doel daarin is dat wij uiteindelijk een thee of een variant kunnen maken die er in Azië nog niet is. Dus waar wij ook terug die kant mee op kunnen. Blijft lekker. Hoe leuk is dit? Fantastisch, ja. Ik zou hem graag willen launchen, hoor. Jij zou hem willen launchen. Ja, dus Johan, dit is het aanbod voor bellen, jou. Bellen, Johan. Bellen. Goed, gaan wij regelen. Leuk. Big data. Elke dag creëren we met elkaar zo'n 10 miljoen Blu-ray discs aan cijfers, tekst, beeld en geluid. Opgestapeld is dat 4 keer de hoogte van de Eiffeltoren. Al die data wordt opgepikt door onder meer sensoren, toegangspoorten, natuurlijk ook de camera's en de mobiele telefoons. En wie in staat is om in die berg informatie verbanden te leggen, die heeft goud in handen. Al klinkt dat eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Ja, Arjan, de data bij veel bedrijven, met name bij het MKB, dat blijft er maar een beetje in de kinderschoenen staan. Hoe komt dat nou? Nou, dat valt wel mee, hoor. Er zijn sommige MKB-bedrijven die ongelooflijk vooruitstrevend zijn, hè. Je moet nooit vergeten dat WhatsApp, toen dat voor 18 miljard verkocht werd, 18 mensen had. Dat was ook gewoon een MKB-bedrijf. Ja, dat dus is waar. Dus in big data kun je heel snel groeien. Dus er zijn een aantal voorlopers, ook in Brabant. Maar je hebt een hele dikke staart en 90% van de bedrijven, de MKB-bedrijven, die worstelen ontzettend mee. Hoe moet ik hiermee beginnen? Het is best wel complex, het heeft nieuwe soort vaardigheden nodig, dus ja, dat is wel een worsteling. Ja, want als je het nou gaat kijken, de computer of de mens, wie kan er nou betere beslissingen maken? Ja, soms de computer, soms de mens. En het beste werkt meestal mens en computer samen. Een mooi voorbeeld is denk ik onderzoek dat een collega van mij gedaan heeft, Erik Posma, naar vervalsingen. Dus die heeft heel veel vervalsingen van Van Gogh ontdekt. Ja, de computer is veel beter dan mensen in het herkennen aan precies het penseelpatroon, hoe ze die precies gebruikt hebben. Dus zo kan een computer... Hoe oud de verf is natuurlijk. Hoe oud de verf is, dat kunnen mensen allemaal niet. Maar wat mensen weer goed kunnen, is bijvoorbeeld de context. In welke periode schreef deed de schilder dit? Waren er altijd zonnen in zijn werk of niet? Dus de context is vaak voor mensen, maar de details is vaak voor de computer. En nou, als je dat beide samen kan doen... Maar het een kan dus duidelijk niet zonder het ander. Het een kan niet zonder het ander, zeg maar. Mensen kunnen ook... computers kunnen alleen maar leren van wat ze eerder hebben gezien, hè? Dus nu hebben we het laatst het ongeluk gehad, ook van die zelfrijdende auto. Ja. Dat was omdat de zon een bepaalde hoek zat, een bepaalde vrachtauto erop zat. Dus daar had de computer nog nooit ervaring mee. Mm-hmm. Dus de computer is niet zo goed in als ze er nog geen ervaring mee hebben. Mensen kunnen veel meer ad hoc dingen beslissen. Dus eigenlijk een soort baby die je moet opvoeden. Die het is steeds een soort meer baby. Leert. Ja, ja, maar dan het veel beter doet dan de mensen als ze het eenmaal goed geleerd hebben. Mm-hmm. Maar als er iets nieuws komt, dan moet de mens nog steeds een rol spelen. Dan even de Brabantse bedrijven. Wat doen die er nou mee met die big data? Ongelooflijk veel. Er zijn ontzettend veel toepassingsgebieden. Er zijn veel grote industrieën. Dus daar heb je het over logistiek, smart industries die aan elkaar gekoppeld heeft. Agrofood, hier ook vaak groot. Dus bijvoorbeeld een bedrijf als Rijkswaan, wat in Feyenaard zit met zijn grote global R&D-centrum. Ja, dat is ontzettend vooruitstrevend.
Ja, we keken de kranten natuurlijk naar. Je komt iedere dag eigenlijk wel iets tegen. Dit is van deze week alleen al. Big data, banenopkomst. Hier het gevecht om de data-analyst. Want ja, jij bent natuurlijk academisch directeur. Jullie zijn mensen aan het opleiden tot data-analyst. Ja. Die leren hoe dat moet. Ja. En die gaan vervolgens het bedrijf in. Ja. Wat gebeurt er dan? Nou, dat doen ze nu al, hè. Want wij proberen echt een vernieuwende opleiding te zijn. Dat ze in onze opleidingen gaan, ze al naar bedrijven, hebben ze al interviews. Dit is waarschijnlijk de meest gewilde baan van dit moment, of niet? Er zijn wel heel veel mensen die dat willen. En je ziet die bedrijven, die willen deze mensen. Ja. En dat maakt het wel eens erg lastig. Want aan de ene kant zijn deze jongens, die proberen ook op te leiden als expert. Maar die zijn jongens en meisjes, die zijn 22, 23. En die worden door die bedrijven beetgepakt als te grote expert. En dat zijn ze aan de ene kant ook. Maar aan de andere kant is het vaak hun eerste baan. En hoe doe je dat nou? Ja, dat is gewoon een jong iemand. Nou, maar dit is natuurlijk ook niet te vergelijken. Als je een dokter wil worden, dan ga je eerst op kooschappen lopen. Ga je nog een beetje op stage en je kunt meekijken. Maar deze jongeren worden echt letterlijk overgeleverd. Ja, dat is zo. Kijk, en als iemand een student bedrijfskunde aanneemt, vinden ze het niet zo erg als hij het eerste anderhalf jaar een beetje aan het leren is. Een beetje een stukje schrijft. Dan worden ze niet. Maar van deze jongens, omdat we die kennis missen, worden meteen verwacht van, oké, die moeten het dus ook allemaal doen. Maar zijn ze daar dan ook klaar voor? Nou, sommigen zeker wel, hè. Er zijn hele ervaren. Maar ze vinden dat nog wel lastig. Van, ja, voor hen is het ook voor het eerst soms dat ze dingen echt doen in zo'n bedrijfssetting. Ja. Dus dat vinden ze lastig. Maar ja, ze moeten er klaar voor zijn. Maar ook daarin, we zijn niet uitgeleerd. Hè. Mensen zijn, als je 22 bent, ben je niet uitgeleerd. De wereld is op z'n 27e weer anders. Ja, precies. Is het voor ieder bedrijf anders niet? Ieder bedrijf heeft iets aan big data. Ieder bedrijf heeft denk ik iets aan big data. Hele kleine uitzonderingen gedaan. Het voorbeeld wat ik wel eens geef is een vriend van mij, die is bakker. Die heeft 3 bakkerijen. Hij heeft een zoon die 16 is. Die voor 4 VWO een opdracht moest doen. Dus een slimme jongen. Ja, en die heeft gewoon de kassengegevens leeggehaald van de bakkerij van zijn vader. En dat met het weer gecorreleerd. En zijn vader daarmee geholpen hoeveel croissantjes die moet bakken als het warm weer is of het koud weer is. Ja, dan kan data toch wel heel handig zijn. Maar heel veel bedrijven weten dus niet wat ze ermee moeten. En daarom heb je eigenlijk een primeur ook. Hè? Per 1 september wordt het MKB Data Lab geopend. Ja, vanaf 1 september we hebben gewoon gezien dat te veel MKB-bedrijven in Nederland, maar ook in Brabant, worstelen. Wat is nou mijn eerste stap? Ja. Zit er nou goud in mijn data of niet? Dus vanaf 1 september gaan wij onder begeleiding van een hoogleraar een aantal studenten neerzetten. Die gewoon in 2 weken een soort basisanalyse doen voor een MKB-bedrijf. En kunnen zeggen, nou ja, dit is ongeveer data. Het is niet schoon of wel schoon. Dat zou er ongeveer mee kunnen. Volgens ons zit hier een waarde in. En nou, dan kan dat bedrijf zelf besluiten of ze verder gaan. Of ze een consultiebedrijf inhuren. Maar we gaan het eerste Nederlandse MKB-datalab neerzetten. Nou, dus je komt eigenlijk als een soort kunstig kietje bij jullie. Je zegt van, dit is wat ik heb. Is het iets waard of is het niks waard? En inderdaad. Zo simpel wordt data dan en toegankelijk voor iedereen. Super. Top. Dankjewel, Arjan. Leuk. Nog meer innovatie. Ja, het klinkt altijd zo gezellig als je door de stad loopt. Vinden jullie dat ook? Dat is leuk, hè? Ja, en het is misschien ook wel een van de ouderwetste dingen die er bestaan. Maar niets is minder waar. Want bij Koninklijke IJsbouts in Asten worden klokken gemaakt waar een flinke portie techniek bij komt kijken. Zo wordt klokkengieten niet alleen een ambachtelijk proces, het is gewoon hogere wiskunde. Klokkengieterij IJsbouts in Asten is de enige klokkengieterij die wij hebben in Nederland. Het is een speler van wereldformaat en wil je dat blijven, dan moet je natuurlijk innovatief zijn. Deze klokken die gaan naar Amerika en dat klinkt zo. Ah, mooi hè? Voordat we naar het innovatieve gedeelte gaan, mogen we eerst een kijkje nemen bij een ouderwetse gieting. De klok die hier gegoten wordt, gaat straks naar Engeland. Nou ja, we hebben net gezien dat er materiaal, de vloeibaar brons, uit de oven getapt werd. Dus een temperatuur van 1100 graden is in een pan gegaan. En vanuit die pan wordt dat in de gietvorm gegoten. Ja, een soort van mal eigenlijk. Dat is een mal, een gietvorm, die voor iedere klok als unicum gemaakt wordt. Gebeurde dit nou al honderden jaren geleden ook zo op deze manier? Ja, natuurlijk hebben wij daar modernere materialen in toegepast. Maar feitelijk zou je kunnen zeggen dat 800 jaar geleden ook zo'n klok gegoten werd. Maar we zijn intussen wel wat slimmer geworden. Het stemmen van de klok gebeurt bijvoorbeeld grotendeels met de computer. Om tot de juiste tonen te komen, moet de klok aan de binnenkant geslepen worden.
gebeurt hier al van alles. Ik zie hier het spectrum. Die pieken, dat zijn de tonen. Dat zijn gewoon bepaalde toonhoogtes. Ja, dit ligt op 1240 hertz. En dat is, dat kan ik zo wel zien, dat is een G3 in dit geval. Een G-toon? Ja. Wat hier achter schuil gaat, is echt zeer ingewikkelde wiskunde. Wij kennen natuurlijk de doelwaarde van de klok. Als die hier komt, dan hebben we het, noem het maar, het ruwe gietstuk. Daarvan wordt de klank gemeten en de computer berekent dan op welke plek hoeveel materiaal precies moet worden weggenomen aan de binnenzijde van de klok om te komen tot die doelwaarde. En dat gaat tot op een nauwkeurigheid van 1 cent. Een cent is een honderdste deel van een halve toon, dus je spreekt over een enorme nauwkeurigheid. Ja. Dit systeem is uniek in de wereld. Ja, zoals wij dit hier toepassen, wordt door niemand anders toegepast. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met de TU in Eindhoven. Het stemmen op de traditionele manier gebeurt in 7 stappen. Door dit programma kan het in 2 stappen. Tuur, wat hoor jij nou? Want je staat heel aandachtig te luisteren. Ik luister naar de tonen die overeenkomen tussen die klokken. Als daar een verschil in zit, dan krijg je zwevende geluiden. Die willen we niet hebben. Ja, niet alles kan dus computergestuurd. En misschien is dat maar goed ook. Ja, zo gaat dat dus. Ik had geen idee. Jullie wel? Je had wel een hele mooie naam bedacht. Een nieuwe functienaam, ja, hè, voor deze sound designer bij de klokken. Juist, sound designer. Kijk, zo maken we alles hip en happening. Want daar gaan we het ook over hebben. Brabant heeft zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld van tweede rangs provincie tot motor van de Nederlandse economie. En daarmee maken we grote stappen. Maar is dat genoeg? Susanna Skalska, jij houdt je bezig met toekomstscenario's in innovatie en in design. Dan ben je natuurlijk een trendexpert. Dan kijk je het liefst vooruit. Maar ik wil even terug met jou 25 jaar geleden toen jij als Poolse student uit Warschau in Eindhoven terecht kwam. Nou, we hebben hier een mooi plaatje, een ouderwets plaatje, winkelcentrum. Ja, dat was zoiets, ja. Ja, wat open. Dacht jij? Ja. Nou, ten eerste was voor mij echt een super dorp. Daarmee kom je van de stad die heeft 2 miljoen bewoners naar de iets wat heeft 250.000. Het was echt super dorp. Met precies winkels waren tot 6 uur open. Weet je, dus eigenlijk, je bent net klaar met school en eigenlijk kon je bijna geen boodschappen doen. Dus moet je alles op zaterdag. En wat nog was echt erg, eigenlijk niemand sprak Engels. Nee. Echt letterlijk, je overal gewoon was alleen plat Brabant. Ja, Philips was natuurlijk nog de grootste werkgever. Ja, maar dat was gewoon niet overal waar er nog zo'n buitenlanders waren. Heel veel Nederlanders. Ja, ja. Het was heel erg ons Nederlandje. Ja, ons, ja, nou ons ja. En inmiddels 25 jaar later is een hoop veranderd. We staan eigenlijk op de kaart. Is ons zelfbewustzijn daarmee ook gegroeid? Denk ik wel. Dat is op dit moment heel veel mensen zijn ook trots. Dat zijn Eindhovenaars en Brabanders. Ben jij dat ook? Want dan ben je ben ik helemaal. Absoluut. Ja? Ja, dit is, ik ben een Poolse Brabantse, zeg maar. Absoluut, met hart en nieren ben ik overtuigd. En elke keer als ik zeg maar, met de trein kom ik gewoon bij de klokgebouw. Dus dat thuis, ik weet je. Thuis. Ja, ik zo heerlijk. Ja. Dus echt maar dit is dit geeft een beetje het geduurd. Ten eerste, wij moesten van de industrie af. Daar met volle respect naar de grote werkgever, welke was Philips. Maar zonder Philips, wij konden gewoon bloeien. Dus de Philips heeft gewoon afscheid genomen van Eindhoven met de hele grote terreinen wat wij hebben op dit moment van Philips eigenlijk gekregen. Ja. En door deze, dat was eigenlijk de prachtige moment eigenlijk. Dat was een crisis in de jaren 90. Maar wat is in Eindhoven gebeurd? Dat is eigenlijk de trend. Eigenlijk, wij hebben een trend gemaakt. Namelijk vanuit industrie. Wij zijn gegaan meteen naar de knowledge-industrie. Dus ja, iets anders. De kennis. De kennisindustrie. Sorry, heel veel Engelstalige woordjes. Maar dat. Wij hebben eigenlijk op even moment gepakt dat wij kunnen gewoon hier denken. Wij kunnen gewoon hier dingen bedenken. Ja. Die moeten niet per se hier geproduceerd worden, zoals was vroeger. Ja, met de industrie dus betekent, doe je alles gewoon rondom de kerk. Mm-hmm. Maar juist omdat de productie was ergens anders, dan kon je gewoon je toeleverancier gewoon zelf kiezen. En wij konden gewoon hier bedenken. Dat was de moment wanneer je als die creatieve industrie was
opkomst in, juist in Eindhoven. Okay. Dus andere industrie. Maar als we, want ik wil heel graag met jou vooruitkijken. Ja. Want jij vliegt de hele wereld over om te kijken wat er nu gaat gebeuren. Ja. Ook op economisch gebied, innovatie, design. Als jij nu mag voorspellen hoe dat in Eindhoven eruit zou moeten komen te zien om 100% mee te kunnen doen. Wat moet er bij ons veranderen? Waar wordt op ingezet? Ten eerste de focus op de regionale economie. Dus meer op elkaar afstemmen? Eigenlijk juist te kijken wat eigenlijk, hoe kunnen wij bouwen met elkaar economie. Nou, maar dit is wat is in Eindhoven, weet je. Wij hebben hier zoveel bekende bedrijven, maar geen één bedrijf werkt met andere bedrijven. Wij zijn allemaal soort van Manchester United, weet je. Soort van allemaal de sterren, maar samen. Dat doet op een andere manier. Ja. Dus betekent, gaat over die samen. De tweede moeten wij, weet je, als wij zeggen, maar dit is heel belangrijk, als wij zeggen dat wij zijn tweede Silicon Valley van de wereld, nou de vraag is, waar is die Silicon Valley, weet je? Hoe kon je deze eigenlijk ervaren? Ik heb nog steeds een papierkaartje, weet je, als een stadsbewoner. De stadspas nog steeds van de papier. Weet je, een coole chip of zo. Ja. Nee, weet je, dit is zoiets als je komt bijvoorbeeld, dit is wat de eerste ervaring met de stad wat je hebt en ook natuurlijk ook de bewoners. Je komt gewoon vanuit de station Eindhoven, ja, en daar. Weet je, dus maar wat wil je dan zien? Want ik bedoel, wij zien best wel mooie plaatjes als je Eindhoven ziet. Je ziet de Blob, je ziet Usien, je ziet mooie stukjes Eindhoven. Wat concreet zou jij willen zien als jij een gast meeneemt en zegt van nou, dit is high-tech Eindhoven? Nou, bijvoorbeeld high-tech campus, dat is een hele goeie. Bijvoorbeeld als ik ga met de gasten, dan ga ik niet heel vaak, waarom ga ik s'avonds dan? Want kun je lekker gewoon met fietsen of met auto. Maar dat is meestal dicht. Gewoon bordjes zijn dicht. Dus wij houden gewoon van onze vrije tijd, denk ik. Ja, dat is toch wel zo. Ja, maar die openheid. Ja. Juist dit is wat gebeurde. Juist de slagbomen waren opeens een moment weg van de alle strijp S en alles en ook wat. Mak gewoon die strijpbom, die alles open. Het mag anders daarin. En dat mensen gaan kunnen bijvoorbeeld, ik weet niet hoeveel mensen van de Eindhoven hebben ooit bezoekje gebracht bij de ACML. Ja, ASML, ja. Ja, weet je, dit zoiets, weet je, dat mensen weten eigenlijk niet dat je kan gewoon, dat kun je iets echt kijken. Dit is, weet je, de excursies van de, zelfs naar de Nasdaq kun je kijken, weet je, op welke manier grote geld is verdiend. Ja. Waarom niet hoe zijn chips gemaakt? Oké, als allerlaatste dan, want we zijn er bijna doorheen. Ja. Riga, Berlijn en Kopenhagen, dat zijn dus steden volgens jou die het goed doen? Ja, de Kopenhagen zeker. Kopenhagen heeft net 3 weken geleden geïntroduceerd een nieuwe strategie. Strategie is een lokaal goed. Dus betekent die gaan eigenlijk iedereen die komt naar Kopenhagen is niet gezien als een toerist. Met toeristen, dit is eigenlijk zoals we weten, dus ze hebben plat gewoon de alle steden gewoon gelopen. Ook in Amsterdam is nu bezig met eigenlijk vechten met een toeristen. Mm-hmm. Airbnb, Ubers, alles en nog wat. Maar Kopenhagen heeft gezegd dat eigenlijk dit is een, als je komt naar onze stad, je bent gewoon lokaal. Je hoort en je moet gedragen als een lokaal. En dat willen we hier in Eindhoven. Ja, lokaal goed. En dat iedereen zijn van ons. Dit is wat wij zijn in ons Brabant. Ja. Nou, hier kunnen we nog heel lang over doorpraten. Ja. Maar helaas, de tijd is er niet meer. Dus we zijn er doorheen. Ontzettend bedankt allemaal voor jullie komst. Ja, mocht je nou nog vragen hebben of leuke tips, mail ons dan even. boomingbrabant@omroepbrabant.nl. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Dankjewel.